Hartelijk welkom vanmiddag bij de kenniskring Veiligheidsstrategie en Crisiscommunicatie. Een kenniskring die wij 5 keer organiseren met hetzelfde programma, maar we dachten laten we deze naar de regio's toebrengen. Dit is de eerste en de volgende nog 4 in Den Haag en in Assen en in Gilserijen en de omgeving Zutphen. Fijn dat u hier bent en een bijzonder welkom uiteraard aan de sprekers, waarvan er 1 inmiddels in ons midden is, Rob de Wijk. Hartelijk welkom. En de spreker die na het buffet gaat optreden vanavond, Hans Siepel, zou rond de klok van 8:05 aansluiten. Ja, we hebben gekozen voor een 2-tal onderwerpen die ons inziens erg actueel zijn, maar ook zeer interessant. Dat is straks na de pauze, na het buffet en de borrel, het onderwerp risico- en crisiscommunicatie. De wereld is in beweging, maar we hebben wel eens de indruk dat we nog steeds communiceren vanuit een wat traditionele, conservatieve gedachte in dit land. En dat geldt voor crisiscommunicatie, maar zeer zeker voor risicocommunicatie. Hoe dat in elkaar steekt en hoe dat anders zou kunnen, hebben we Hans Siepel voor gevraagd, die daar zeer bevlogen over kan spreken. Hij heeft veel ervaring opgedaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook bij het bedrijfsleven. Nou, ik moet niet echt gaan introduceren, maar vanuit die ervaring heeft hij ervoor gekozen om zijn boodschap uit te gaan dragen voor een breder publiek. Maar zover is het nog niet. We hebben voor de pauze in ons midden Rob de Wijk, u al bekend, van de week nog nadrukkelijk in beeld rond de discussie onderzoek inval Irak. Hij is een deskundige internationale veiligheidsvraagstukken, maar we werken veel samen op. Ik heb de indruk dat de prioriteit de laatste jaren een beetje aan het verschuiven is naar de nationale veiligheid en alles wat daarmee samenhangt. En daar hebben we Rob nu ook met name voor uitgenodigd. Ik denk dat we allemaal kunnen constateren dat er buitengewoon grote verwevenheid is tussen nationale en internationale veiligheid. Ik heb in mijn voorwoord een citaat van Rob overgenomen. Dat hij spreekt vaak over geïmporteerd onheil. Ja, en als we nu kijken, zeer actueel, de kredietcrisis is natuurlijk een prachtig voorbeeld van die onderlinge verwevenheid. En de vraag is ook, wie heeft dat überhaupt nog gegrepen op deze crisis? Nou, daar gaan we misschien nog wel even over hebben. Maar veel meer is interessant dat sinds vorig jaar Nederland als een van de weinige Europese landen ervoor gekozen heeft om een nationale veiligheidsstrategie te ontwikkelen. Met een eigen risicobeoordeling op nationaal niveau. En van daaruit is men ook nationaal responsplan aan het maken en dat heeft natuurlijk impact voor de veiligheidsregio's. Met een vertaalslag, wat betekent dat nou voor ons? En die hele omslag van de klassieke rampenbestrijding naar de moderne crisisbeheersing vergt een andere kijk op crisisbeheersing, crisismanagement, specifieke aanpak in beschadigingsprocedures, in planvorming, hoe dat een beetje in elkaar steekt en hoe we daarvoor staan in Nederland, daar zal op eens eventjes met ons een analyse op loslaten. En gek genoeg heeft, de oefening Waterproef heeft natuurlijk nadrukkelijk aangetoond vorig jaar waar daar de manco's ook in liggen. En mevrouw de Horst heeft in de evaluatie gezegd dat de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland eigenlijk meer op militaire wezen zou moeten worden verschoeid. Er zit natuurlijk iets achter en we gaan straks van Rob graag vernemen wat zij daarmee bedoelen. Als we even kijken naar het programma, dan hebben we van 4:10 tot 5:15 de tijd voor Rob. En het is geen zin de bedoeling dat hij alleen maar zendt. U mag hem constant onderbreken. Als u vindt dat dat nodig is, dan moet het niet mee eens zijn. Met u gewoon in de discussie. We hebben wel daarop gevraagd dat we ongeveer na 1 uur en 1/4 toch weer zijn gestopt. Dat het laatste kwartier de ruimte is voor nog plenair enige vorm van discussie. Dat het vragen die er nog zijn, dat u die kunt stellen. Dus dan stoppen we rond 5:15. Dan gaan we met elkaar naar Borrel en Buffet. Dat is van 5:15 tot 7. En van 7:30 tot 9, het tweede deel, het onderwerp risico- en crisiscommunicatie. U heeft allemaal een mond gekregen. Hij trouwens, die zit erin, alvast. Normaal doen we dan aflopen, maar u bent zo'n gedisciplineerd publiek. U laat er wat lekker in zitten, maar u hoeft in ieder geval geen aantekeningen te maken, maar altijd. Maar weet in ieder geval dat u de herinnering heeft. U krijgt ook nog een verslagje van deze bijeenkomst toegestuurd. Dus wat betreft is ook de nazorg denk ik prima in orde.
Nou, dan denk ik dat ik voldoende heb gezegd. Nogmaals hartelijk welkom. Rob, mag ik jou verzoeken om hier plaats te nemen en een afspraak te geven?